Hallo, mijn naam is Akken en ik ben hier samen met Robin. En vandaag gaan we jullie wat uitleggen over kwadraten. Nou, laat ik dan gelijk mee beginnen. Beetje omlaag. Je ziet hier een driehoek, vierkant van 5 bij 5. Bij 5 bij 5. Dus nu gaan we wat even uitleggen over kwadraten. Wat is nou eigenlijk een kwadraat? Nou, bijvoorbeeld, dus 5 bij 5, dus 5 keer 5 is 25. Nou, dus 5 kwadraat is 25, omdat hetgeen, dus 5, die tweetje staat eigenlijk gewoon voor de 5 keer 5. Dus daarom staat hier ook dat het 25 is. Nou, laat ik jullie even wat voorbeelden gaan geven. Je ziet allemaal kwadraten. En dan ga ik jullie nu uitleggen. Met het lichtblauwe kleurtje. Bijvoorbeeld 1 keer 1 is 1. Dus dat is hetzelfde van 1. Dus dit is natuurlijk 1, dat het kwadraat is. Dus dan 2 keer 2 is dus 4. 3 keer 3 is 9. En dan gaan we naar 4 keer 4 is dus 16. En dan 5 keer 5 is dus 25. Dus hetzelfde bij hier. 5 is 25. Het kwadraat van 25 is dus 5. Want hoe krijg je 25? Door 5 keer 5 te doen. Nou, dat was dan mijn deel van van de uitleg. Oh, nee, bijna. Hier zie je nog een klein voorbeeldje. Ja, 1 keer 1 is 1. 3 keer 3 is 3 keer 3 is 9. 12 keer 12 is 144. En dan gaan we over naar het negatief gedeelte. Omdat je kan kwadraten ook met negatief hebben. Zoals hier is een klein voorbeeldje. Negatief keer negatief is positief. Dus het is eigenlijk gewoon 3 keer 3 is 9. Omdat negatief en negatief positief is. Dus je kan ook een dus als je nou een negatieve som staat, kan je dus ook gewoon een negatief kwadraat hebben. Nou, dat was mijn deel van de uitleg. Ik ga nu over aan de gang. Robin. Hallo. Ja, ik ben Robin. En ik ga verder met het volgende deel van de kwadraten. Hier zo de volgorde van bewerken. Dus als je een som hebt, bijvoorbeeld, even kijken, deze. En dan zie je de som die in de volgorde zit. Nou, en dan heb je eerst altijd de tussenhaakjes, wat de sommetjes die tussen haakjes staan. Daarna de kwadraat. En dan keer of gedeeld door. Daarna. En dan plus of min. Nou, en dan ga ik jullie even een voorbeeldje geven. Ja. Ik doe wel even met een andere kleur. Nou, eerst doe je de tussenhaakjes. Dus dat is 8. En dan twee keer erboven, want er staat hier ook een twee keer boven. Gedeeld door 2 min 20 is. Nou, dan ga je naar de volgende stap. Dus dan heb je. Ja, wat Akken net al uitlegde, is 8 keer 8 dan. Dat is 64. Dan heb je 64 hier. Dan, ja. Gedeeld door 2 min 20 is. Nou, gaan we verder. Dan 64 gedeeld door 2, dat is 32. Dus 32 min 20 is, nou die kan je al gewoon uitrekenen, dat is 12. En nu heb je een som met een kwadraat en haakjes enzovoort heb je uitgerekend. Nou heb ik er nog één. Even een andere kleur, nog wel. Dat is 8 keer 9, dus dat is plus een kwadraat. Ja, 8 plus 9 keer 9, dat is 81. En dan doe je 8 plus 81 gedeeld door 9 is, nou, en dan doe je 8
plus. Oh, sorry. Eerst 81 gedeeld door 9. Dat is. Ja, 9. En dan. Ja, 9 plus 8. Dat is 17. Zo. Nou, dat was nog een som. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doei. En er iets van hadden geleerd. Ja, en iets van hadden geleerd.